Goed, we gaan verder. En nu gaan we dus tweelingsteken maken. Dat is even een methode die voor mij even wennen was. Maar hij werkt wel heel prettig. Ik hoop alleen wel dat ik het goed uit kan leggen, want het is een beetje lastig als je dat voor het eerste keer doet om dat gelijk goed te krijgen. Het komt er dus op neer dat we de steken voor de hiel gaan maken. Net als bij de van boord naar teenstok. Naar teenstok komt hij natuurlijk precies in het midden. Maar we gaan eerst de toeren breien die nodig zijn om bij het midden te komen. En daar hebben we dus de tweelingsteken bij nodig die we dus nu zo gaan maken. We gaan eerst breien tot 1 steek voor het eind. Dus deze toer die breien we op 1 steek na helemaal recht. En dit geldt voor alle sokkenmaten, dus geen enkele uitgezonderd. Alleen zul je dat met de kleinere sokkenmaten sneller hebben bereikt dan met de grotere, omdat je daar minder steken op hebt staan. Je breidt dus de steken voor de voet, voor de hiel, over de eerste helft. We zijn er bijna. 1 steek voor het eind. Je hebt hier je steek en je hebt hier de lus eronder. Die lus eronder, die nemen we op. En die zetten we op de linkernaald. En dat is eigenlijk de enige lus die we breien. Dus die wordt niet gebreid. Die steek hebben we net gebreid. Die schuiven we naar de linkernaald. Dan trekken we een heel klein beetje aan. We draaien het werk. Jawel. En dan gaan we de averechte tweelingsteek maken. Ik zal het nog een paar keer laten zien hoor, want het is niet echt simpel om dat in één keer te snappen. Je breidt averecht. En ik doe het misschien nu makkelijker voorkomen als dat het is in het begin. Maar ja, ik heb er eerst zelf ook wel even 2,5 dag op zitten puzzelen voordat ik hem helemaal door had. En dat is het voordeel, dan kan ik hem nu wel ietsje sneller aan jullie uitleggen. We breien. Tot en met de laatste steek. Dus op de averechte kant wordt de steek wel gebreid. Daar komt de laatste steek. Zo. Dit is het lusje van de steek die je net gebreid hebt. En dit is het lusje eronder. Trek die eens wat naar voren. En zet die op je linkernaald. En die brei je ook averecht. Nu draaien we het werk. En halen de eerste twee, oftewel de tweelingsteek, recht af. En nu gaan we verder breien. Je trekt daardoor de steken, ik hoop dat je het kan zien, wat naar elkaar toe. Het wordt een tweelingsteek, een dubbel dikke steek eigenlijk. We gaan nu weer recht breien tot 1 steek voor de tweelingsteek. En dat proces gaan we dan zo nog een keer zien. Voor de 64 steken versie breien je namelijk 11 tweelingsteken aan beide kanten. Dus 11 rechte tweelingsteken en 11 averechte tweelingsteken. We zijn nu bij de tweede. Dit is je steek. Hier zit het lusje onder. Dat rechte pootje pak je op.
Die zet je op de naald. En dan brei je die recht. En nu pak je hem over en zet je hem naar links. Je ziet al dat de eerste tweelingsteek is samengetrokken en de tweede die zie je dat ook al doen. We gaan keren. En nu gaan we breien totdat we de averechtse tweelingsteek tegenkomen. Zo, even rustig aan. Alle steken netjes averecht. En nog twee. Zo, de averechte steek die brei je. Hier is het lusje van de net gebreide steek. Het lusje eronder raap je op en die brei je averecht. Je hebt dus de eerste tweelingsteek, averechte tweelingsteek hier staan. We draaien het werk en dan schuiven we de tweelingsteek naar de rechternaald. We trekken een beetje aan en we gaan gelijk door met de volgende toer. Dus dit proces van rechte en averechte tweelingsteken herhaal je. Eigenlijk zijn dit verkorte toeren die je breidt. En de hiel is eigenlijk een halve boemerang hiel. Maar ja, dat zijn ontwerptermen. Daar zal ik je verder niet mee lastigvallen. We zijn weer genaderd. En we gaan dus de tweelingsteek aan de rechterkant weer maken. Het pootje gaan we optillen weer onder de steek. En die zetten we op de linkernaald. We breien hem. En we schuiven hem terug naar de linkernaald. En dan keren we het werk weer. En dan gaan we hetzelfde weer doen aan de averechte kant. Weer een tweelingsteek maken. Dus we hebben nu drie rechte tweelingsteken. Hup. En twee averechte tweelingsteken. En het moeten uiteindelijk aan iedere kant 11 tweelingsteken worden. Zo. We zijn er weer bijna. Daar komt hij aan. Deze steek brei je. Het lusje onder de net gebreide steek til je op. Je breidt hem averecht. Dan draai je het werk. En dan haal je die twee steken af. Zou je namelijk de steken eerst op de linkernaald zetten en dan draaien, dan krijg je wat ruimte tussen de steken. Op deze manier trek je de steken wat strakker. Als jullie nu rustig aan doorbreien totdat je het juiste aantal tweelingsteken hebt voor deze sok, zijn dat 11 aan iedere kant. Ga ik je zo laten zien hoe we de hiel keren.